op een plaats te staan waar je gewoon weet dat hier mensen gewoon hebben gezeten die misschien wel iemand vermoord hebben. Breda Nu. Je weet het meteen. Welkom bij Breda Foto 2018. Het thema van het jaar is To Infinity and Beyond. En ik zit hier in een hele grote aardbol. En als die klep dicht gaat, kan ik het hele heelal zien. En het is echt heel gaaf om mee te maken. Dus ik kom het allemaal bekijken. Voor de mensen die het niet kennen, kunt u vertellen wat Breda Foto inhoudt? Breda Foto, de naam zegt het al, is een fotofestival. Het is een biennale, dus dat betekent dat het om de 2 jaar is. En dit is de 8e editie. Dus we zijn al een tijdje bezig. En het thema dit jaar is To Infinity and Beyond. Kunt u ons wat meer vertellen over dit thema? Klopt. We hebben elk jaar een thema. We proberen elk jaar een thema te zoeken dat iedereen op een of andere manier raakt. Want in ieder geval dat ze erbij betrokken zijn. Dit gaat eigenlijk over dat we de laatste tijd gezien dat er gewoon heel veel technologische ontwikkelingen zijn. Die heel snel gaan. Denk aan de zelfrijdende auto. Denk aan robots. Denk aan mensen die praten over naar Mars te gaan. En dat hebben wij als thema genomen. Dat, wat betekent dat voor ons als mens, al die ontwikkelingen die zo snel gaan? Hoe is het om vrijwilliger te zijn hier bij Breda Foto en dan met name hier in de koepel? Nou, eigenlijk is het best wel gek omdat die natuurlijk ook gewoon gevangenen hebben gezeten. En het is heel gek om op een plaats te staan waar je gewoon weet dat hier mensen gewoon hebben gezeten die misschien wel iemand vermoord hebben. Maar het is ook best wel vet om dit een keer vanuit de koepel zelf van de binnenkant te kunnen bekijken. Omdat je hier anders nooit echt zelf zo zou komen. En jij? Ja, ik sluit me daar volledig bij aan. Ik vind het inderdaad wel een gek idee dat hier gevangenen hebben gezeten. Maar wel super gaaf dat we hier een evenement mogen lopen. En dat je dan zelf ook een beetje mag kijken in de cellen en ja, hoe dat allemaal was. En wij hebben hier net al even een kijkje genomen en we zagen dat het niet alleen foto's betreft of kunstwerken, maar ook echt gewoon dingen waar de mensen ook zelf aan mee kunnen. Dus als activiteiten en wat interactieve dingen. Kunt u ons daar iets over vertellen? Klopt. Er zijn eigenlijk 2 dingen belangrijk. Hè? We zijn een fotofestival, dus je wil laten zien wat er gebeurt op het moment op het gebied van fotografie. En dan moet je heel ruim zien, hè? Want heel veel fotografen die filmen ook. Dan zie je soms ook hè, dat het dan film is in plaats van fotografie. En daarnaast van mensen die willen ook naar onze festival komen om iets te ervaren. Hè? Het moet ook een event zijn. Dat betekent dus dat we gewoon allerlei activiteiten eromheen hebben. We hebben activiteiten, praatprogramma's en dit soort zaken. Maar er zijn ook wel wat interactieve dingen. En wat vinden jullie van die schermen hierachter? Want het is best wel indrukwekkend allemaal. Als bezoeker heb je wel zoiets van, oh, wat gebeurt er allemaal? Hoe is dat voor jullie? Nou, ik vind sommige beelden die ze laten zien, vind ik soms ook best wel heftig. En dat ik niet precies snap waarom. Maar aan de andere kant snap ik ook al dat ze dit in de koepel uitzenden. En het zijn inderdaad wel indrukwekkende beelden. Breda Nu. Je weet het meteen.